Rick. Ja. Heb ik jou uit? Oh, ik heb de verkeerde schuif openstaan. Wat voor dikkie. Jeetje. Gaat drie weken goed? Nee, het ging helemaal niet 3 weken goed. Het ging 3 weken. Het ging 3 weken. Nou, oké. Okay. Moeten we het daar nu over hebben? Nee, maar dit was wel jouw laatste invaluitzending. Ja. Als DJ van Him for the Weekend. Zeker. Want volgende week is Miguel terug. Ja, nou, eigenlijk is hij er nu al. Eigenlijk is hij nu al terug. Miguel, hallo. Goedenavond. Hallo, goedenavond, hallo. Hallo, goedenavond. Wij alweer terug in het mooie Kuik. Ik ben alweer terug in het mooie Kuik. Dus hij is schitterend en lekker benauwd natuurlijk. Ja. Lekker. Zet ik even lekker ijskoud muziekje op, uit de Alpen. Oh, ik hoor het. Oh, ik voel me helemaal stuk. Fijn, hè? Hey, Miguel, even onder rond. Je bent vanochtend vroeg vanuit die Alpen helemaal naar het mooie Kuik komen rijden. Ja, ja. Wat doet dat met je? Wat dat met mij doet, ja. 10 uur in een auto. In eerste instantie, want je ziet steeds verder die Alpen verdwijnen in het niets. En dan kom je weer aan in het Nederlandse grasland, waar het gras gewoon heel door is door de hittegolf. Maar ja, uiteindelijk, het is prima weer hier. Oké. Okay. Lekker. Ben je moe nu? Valt nog wel mee, valt mee. Het is niet zo super lang rijden, dus dat scheelt ook wel. Oh, dan is het goed. Je zit nog wel op de brommer, of niet? Wat zei je? Ik zei, je zit nog wel op de brommer, of niet? Zit ik op de brommer? Ja, er zit een klein bromtoontje onder je stem, laten we het zo zeggen. Dus, hey Miguel, we hebben eigenlijk helemaal heel weinig tijd, dus ik vind het superleuk dat je er weer bent. Heb je tijdens de vakantie nog een bepaalde ingeving gekregen dat je niet meer terug wil? Naar de radio? Nee, helemaal niet. Ik heb er echt super veel zin in. Dat is echt oprecht. En ook in Him for the Weekend op zaterdag tussen 6 en 8? Ook daar, ja. Maar okay. Natuurlijk even wel een belangrijke dag. Hoe vond jij het? Ja, ik vond het leuk. Misschien moeten wij het er samen even over hebben om Rick eruit te gooien dan. Nee, zeker niet. Zo werkt het niet. Oké, nee, serieus. Ik vond het heel leuk om jouw plek even in te nemen. En als jij binnenkort nog eens een paar maanden op wereldreis gaat of zo, dan neem ik gewoon jouw plek weer in, hoor. Ja, ik hoor je heel snel praten. Hebben jullie weer tijd tekort? Ja, we hebben, behoorlijk. Ja, behoorlijk. Ja, dat is een beetje een ding. Ik heb eigenlijk nog één vraag voor jou. We hebben de nachtburgemeester van Nijmegen hier. Kees. Ja, hallo. Hallo, Miguel. Precies, je hebt weer een hoogwaardigheidsbekleder aan de lijn. Ik zag je net al op beelden met de burgemeester, maar dat mag ik misschien nog niet zeggen, dus dat heb ik toch gedaan. Heb jij in de Alpen nog tips opgedaan voor Kees als nachtburgemeester van Nijmegen? In de Alpen tips opgedaan voor Kees als voor het ultiem nachtleven. Voor het ultieme nachtleven. Nou, er is in de Alpen helemaal geen nachtleven en in Nijmegen op dit moment ook niet. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een parallel te trekken is. Ik moet naar de Alpen. Lekker rustig. Nou, top. Hey Miguel, veel plezier volgende week. Rust nog even lekker uit van die zware reis. Hè? Toch weer een 130 op de linkerbaan, zei je net al. Dus, Ja, zeker. Ja, komt goed. Rick, wil je nog iets zeggen tegen Miguel? Ja, tot volgende week, hè. Rick, heb je mij gemist? Hoe heet je ook alweer? Goed. Miguel Augs, tot volgende week. Dag. Dag Miguel. We moeten door, hè. We gaan een beetje. Ik heb geen bruggetje, maar we gaan naar de grabbelton. Natuurlijk. Onze gast Kees heeft een grabbel in de grabbelton verdiend. En, hartstikke leuk. Ik zou zeggen, dan start de tune in, dan ga ik naar Kees toe. Voor de luisteraars thuis. Rick komt met een grote grabbelton. Op anderhalve meter van de nachtburgemeester. En er wordt ontzettend gegrabbeld, dat doet hij vaker. Dat is het openen van. Ik pak hem meteen uit, denk ik, hè? Ja, zeker. Ja. Naast het openen van gebouwen hoort dit natuurlijk ook bij je werk. Ik heb een stapler, hoe zeg je dat? Een niet-machine. Een niet-machine. Niet. Ah, geweldig. Wat ga je ermee doen? En wat gaat er door je heen? De grote vraag is vooral, wat ga je er niet mee doen? Goed, we zijn echt dwars door de tijd heen, hoor. Ja, Daan, ik heb ook nog iets voor jou. Nou. Want jij hebt je 3 weken lang zo ingezet, of in ieder geval je best gedaan. Dus ik was er tussen 6 en 8. Ik heb ook nog geen grabbelton voor jou, maar ik heb wel een klein aandenken aan het programma voor jou. Oh, wat leuk. Met prinsessen cadeaupapier. Moet ik hem ook meteen openmaken? Ja, graag. Oh jee, wat zou het zijn? Oh jee, oh jee, oh jee. Het is een flamingo spaarpot. Een flamingo spaarpot. Oh, wat leuk. Yay. Superleuk. Nou, dankjewel. Daan, ontzettend bedankt voor het invallen voor Miguel. Ja, ontzettend bedankt dat je mij wilde hebben 3 weken. Ik vond het hartstikke leuk. Kees, ook dankjewel voor vandaag. Jullie bedankt. Een hele leuke toevoeging aan deze uitzending. Ja, superleuk dat je er was. En we moeten nog even een kleine belofte inlossen.
Zullen we dat dan nu doen? We zouden nog een plaatje draaien voor jou. En dan, daarna mag Andy. Mag ik hem aankondigen? Als ja, laatste dan ja, toch? Ja, zeker. Oh, is jou, sorry, Daan. Nee, is jou, jouw nee, nee. Laatste doe jij, nummer dat nou, je maar ik ben er volgende week gewoon weer. Okay. Dus kondig jij maar aan, Kees. Dan gaan we luisteren naar Guus Meeuwis. Het is een nacht. Oh, God, man. Moet je wat mee doen? Leven is echt dit.